Nederland. Zorg en innovatie kun je dus wetenschappelijk benaderen, je kunt het politiek benaderen, je kunt het vanuit een financiële optiek benaderen. Maar ik denk dat we voor ogen moeten houden dat het in de eerste plaats om mensen gaat als we het hebben over zorg en innovatie. Want het motto van Discom 2017 is informeren, inspireren en verbinden. Drie werkwoorden die wat mij betreft heel veel met elkaar te maken hebben als we praten over zorg. Wat ik aan het begin van deze dag zou willen is u allereerst informeren over hoe het is wanneer je als gemeente, laten we eerlijk zijn als u daar een klein beetje van heeft meegekregen, behoorlijk plotseling verantwoordelijk wordt gemaakt voor grote delen van de zorg. De behoefte is groter dan ooit omdat het ook kan. En we eigenlijk ook met z'n allen wel kijken, hey, je kunt eigenlijk geen beleidsnotitie of geen weer openstaan, want er staat wel iets in, er moet iets met technologie in de zorg. Als ik tegen mensen zeg, maar ik ga u niet meer drie keer in mijn fysiotherapiepraktijk ontvangen, maar nog maar twee keer, dan ben ik eigenlijk al blij dat ik hetzelfde effect bereik, maar misschien tegen lagere kosten. We zijn eigenlijk ook heel erg afhankelijk van hoe we dit inzetten, waar we de toegevoegde waarde mogen vinden. Hi, I am Zeno. I am a social robot from the Easel Project. I am happy to be here and to present myself to you. Does anyone have a question for me? I am sorry. I am not able to answer them, but maybe the lecture by Dennis will answer them for you. Dus, simpel gezegd, spelen ze een tikkertje. En je pakt het zo aan dat een van de kinderen binnen dit game makkelijker te tikken wordt. Of moeilijker te tikken wordt. Dat is in principe een fysieke ingreep in het spel. Maar je ziet ook dat dat direct een sociale impact heeft ook. Ons fundamentele onderzoek is dan, wat kan je sturen? Hoe moet je dat aanpakken? Dus wat voor mechanismes kun je daarvoor gebruiken? En natuurlijk ook, waar is dat goed voor? Ik wil in ieder geval ook vanuit deze plek een aantal mensen bedanken. Natuurlijk als eerste onze gastheer, Elion de Haas, de voorzitter van onze Rotary Club Almelo, die dit jaar 80 jaar bestaat.